Op 3 juli 2011 stond ik hier bij de opening van dit kleinste podium van Nederland en verhief deze steeg toen meteen maar tot de superkracht van Doetinchem. Deze geuzennaam krijgt vanmiddag pas echt gestalte omdat er supermuzikanten gaan optreden. Dat zijn speciale gasten uit Duitsland, Dana Gakor, Sarah Jansen, Marco Launer, uit de Achterhoek, John Elburg, Hans, Batema, nou Achterhoek, André Kok, Leo Heinz en Wilco van Ommer. En die doen dat geheel belangeloos. En dat past bij de superkracht, waar geen goud hoeft te blinken en waar de straat blijft. Waar je zonder een groot budget leuke dingen kunt doen. Deze plek, waar eigenlijk Droom gewoon het straattheaterfestival ook zijn ding zou kunnen doen, maar dat door grootheidswaanzin en de financiële problemen zit. Het straattheater komt met een tekort van 30.000 euro en moet inkrimpen van 3 naar slechts, oh god, 2 dagen. Tja, maar steeds groter de boventoon gaat voeren, probeer het weer eens hier jongens, in de Hogesteeg. Net als dat andere festijn, het stadsfeest, waar de centjes sinds afgelopen zomer niet meer in het juiste laadje liggen. Ik zou zeggen, terug naar af jullie, naar de superkracht, waar de nu hier aanwezige muzikanten jullie voorgaan, het grote voorbeeld geven. Fijn dat jullie allemaal hier de beuker in gaan gooien en belangeloos.